Wij zijn van de actiegroep SOS, Stop Onamibo Stort. Daarin zitten alle omwonenden en bewoners van de vuilstortplaats. We protesteren tegen de enorme stanklucht en de enorme rookontwikkeling die helemaal is verergerd. En dat doen we al jaren. Stop Onamibo Stort! 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 We hebben aangegeven dat wij in het verleden ook al de actie hebben gevoerd. We hebben brieven gestuurd naar de president, naar de overheid, naar instanties. En daarop hebben we telkens aangegeven dat de aandacht vragen voor de situatie. Ja. We hebben ook gevraagd naar een gezondheidsonderzoek voor de buurt. En we hebben gevraagd voor een bodemonderzoek. En tot nog toe nul op request. We roepen de autoriteiten op om de situatie hier aan halt toe te brengen. Als je hoort hoeveel mensen astma-problemen hebben hier in deze buurt, dan is het erg. Mij is gerapporteerd dat zelf Pararivier op dit moment, dat het daarin gestort wordt, dat het dichtgemaakt wordt met alle consequenties van dien. Ik zal er altijd bij zijn om mee te helpen dat er een verandering komt in deze situatie. Vliegenplag à la ding, tingi manten bakanna. Mi ab kleinkinderen, want de kleinkinderen kies asmakba, dat er verklaart dat je bent, kies asmakba. Te asmoko me kwam bol ja mi abrasi ja me tang. Maar, ik begrijp het met je toch? Luka stank, luka para krija. We gebruik de wateren aan de zandat. Ik moet het drap het in snappen. Laten we bewust zijn dat het geen probleem is van de buurt alleen. Dit is een milieuprobleem voor Suriname. En we moeten wat milieubewuster omgaan. Want als we weten wat hier allemaal gestort wordt, dan zou een ieder achter ons staan. En daar moeten wij bewust van worden. Want ik zei het ook al, de parakreek, de vissen die daarin zwemmen, die belanden echt op de markt. En als we nu aan het kwikprobleem kijken, dan hebben wij gewoon een nationaal probleem. Aannemer is voor heel erg op jassen. Alleen ten jou tap gotro, let fes mi amai taiga bang, tap dompe ina gotro amai pusenga dousen. Sem mohan disi. Luku ja, abrasi wama wong hotel drape. Ama stoitan ala de diru tenkpe ina sani. De mai kon, de mai tan drape, de manu sabi taka watra. Basmet. De mau kabroi, ka watra de mau dringi nanga de sani. De minister had zich voorgehouden om hier naartoe te komen, maar hij zit nu ook weer in een ander belang van het land. De stakeholders die hebben we nu op dit moment op het ministerie van Openbare Werken. En het gaat niet alleen maar om de mensen van de Houtunie of van de mine. Maar het is natuurlijk ook de mensen van het korps. Andere ministeries zijn aanwezig. Dus het gaat om een enorme belangrijke setting. Maar de minister zou zich wel zelf willen oriënteren op dit moment. Dus aan de hand daarvan zal ik hem moeten verontschuldigen. De staatsministerie besluit nu. Takluku. Een vuilstortplaats moest hou op voor bestaan. Zou we doen nu? Alle dotjes zijn er zitja. We verwerken kunnen een bepaalde olie. En dat olie dat die op een morbige effect die samenleving, omdat die outrong wek energie op. Dan gaat dat woman die moro precies stroom de binnenland alles die woman kiezen. Het enige stand zou we begonnen doen nu de een ruimte. Omdat u de aan tafel bent aan de investeerders. Dus zodra u vindt, in 5 maanden, je zoekt aan Moro Buang. Aan het moment dat u vindt aan Moro Buang, we gaan aan tafel aan de man. If een samenwerking teken, dan pref je zo trouw aan dat type dat u trouw aan bedrijf. Maar als aan die zie, na 60 jaar is het bij jaren weer. Nee, maar nu. Daardoor we klaar. Oké, maar mij teken dat mij. Nee, maar luister even. U teken naar heel buurt. Moet je leggen uit dat heel buurt die teken. U zijn geen minister, u zijn niet president. U zijn geen assemblee voorzitter.
No one's man who said no one answer. Je bent geen mensen. Als een vrouw van zijn vader is dat. Wat is er helemaal? Geen. Het is al 15 jaar dat we praten. 15 jaar al. Ik heb een rente. Het is wel eens hier namens het ministerie voor Openbare Werken. Ik ben echt blij. Dan vraag ik u. Ja, een probleem met firmen. Ja. Ik heb net gesproken met die meneer. Hij heeft aangegeven dat hij regering of regering. Hera, laten we gaan. Dat is zomaar, dat is zomaar, man. Regering of parlementariër te werken. Dus dit is typisch politiek. We hadden het ontzien nu. We hadden het ontzien nu. We hadden het door. Om te zien hoe meneer Gayadin hier tekeer gaat. Dat we twee van het ministerie de mensen die nu moeten zien. Dus dat begrijpt u dat dit opgezet is. Kijk, we hebben genoeg mensen van OW of andere instanties gehad. We willen nu echt een minister hebben. Als zoveel mensen opkomen, heb een beetje het respect ook voor de mensen en de buurt dat er iemand van met een hogere positie naar ons toe komt om naar ons te luisteren. Ja.